Een hele goede avond, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Ik heb weer een keer een nieuwe storytime voor jullie. Ik dacht dat ik hier al hier om jullie te vertellen. Het gaat over het feit dat ik mijn baan heb verteld. In als video's geleden. Maar dan wil ik echt het hele verhaal te vertellen. En ik ga gewoon namen over wie het gaat. Het gaat over een meisje die ik vroeger heb leren kennen in over mijn oude werk. Mijn naam is Jessica Noord en welkom bij deze video. Goed, voordat ik jullie ga vertellen over wat ik wil vertellen over het verleden storytime, zou ik jullie willen vragen voor een ander te willen liken, te leuk zijn. En op mijn kanaal te willen abonneren als je nieuw bent. En dan zie ik je elke dag om 8:30 in deze video. En ja. Goed, we gaan beginnen. Ik vroeger, heel vroeger was ik in de Begijn. En daar werkte ik net pas. En ja, dacht ik van, oh, lekker werken, nieuwe dag was kunnen werken. Geen leuke meisjes zich kennen, zo gewoon lekker normaal kunnen doen, kunnen werken. Maar op een gegeven moment leerde ik zo geen leuke meisje kennen, zo heette Sandra. Ik kan mij boeien of ik de naam mag zeggen of niet, maar... Tenminste, die Sandra heette, dus ja, achternaam noem ik bewust niet, maar voor de privacy noem ik achternaam niet, alleen de voornaam. Dus ik leerde Sandra kennen en op een gegeven moment dacht ik van, wow, leuke meid, echt een knappe meid. En echt mooi, echt, dat je denkt van, wow, ziet er goed uit. En ik wist niet hoe de naam moet, hoe ze heette, dat is nog niet eens, maar toch even wist ik het wel. De naam was natuurlijk, de naam was Sandra blijkbaar. Dus ik was een paar maanden gereken en een paar maanden later. Toen ging ik gewoon niet eens Sandra zeggen. Toen zei ze om, oh sorry. Dus. En ja. Op een gegeven moment heb ik gewoon op als mobiel met mij, weet je ook. Echt heel erg op mijn vrienden schroeven. Je ziet het zo erg, dat hoor je later pas in de video. En op een gegeven moment dacht ik van ja, echt. Echt een net op een meid, echt heel leuk, echt mijn type, echt wel. En zo goed uit, goed lichaam ook wel. Ja, dat is wel belangrijk, wel als een goed lichaam is, weet je voor mij wel een beetje hoe mooi ik dat vind. En ja, hij was toen ik gaf het aan een liefdesbrief. Een liefdesbrief 1, hè, moet je nagaan. En toen las ik die zo allemaal goed. Toen was ik echt al wel genoeg. En ik dacht van ja, ik ga het toch proberen om nog een keer te doen. En nog een keer, en nog een keer. En toen had ik dat er gek van ben, blijkbaar. Ik wist het niet eens hoe erg dat werd voor mij. En ja, ik vond het zo leuk. Ik kon het niet uit mijn hoofd halen. Dat ging niet meer. Het ging wel, maar moeilijk. En op een gegeven moment dacht ik van... Ja, en nu? Ze wil niet of ze wil wel, want ze heeft niet op gereageerd in die tijd. En ze heeft bericht teruggestuurd en niks gedaan. Ik weet ook waarom, maar ik laat het er nu over. En op een gegeven moment dacht ik van, ja. Ja, en nu krijg ik iets van, ik vind je leuk, maar jij bent niet eigenlijk eens. Waarom reageer je niet terug? Dat was echt mijn ding van, goh, waarom reageer je niet terug? En ja, dus. En dus, ja, ik was gewoon te snel gegaan, blijkbaar. In mezelf. En dat kon ik echt jammer vinden. Maar goed. En ik dacht er iets van, ja, maar reageer je terug? Reageer je terug? Nee, ik heb het natuurlijk niet zo gezegd, maar wel gedacht van, goh. Nou, ik kreeg een keer een naam, achternaam, en dacht van, hé, ik ga het e-mail proberen. Toen heb ik wel eigenlijk dat nog moeten doen, gewoon, eigenlijk dat echt nog moeten doen. Ik heb er zoveel spijt van gekregen, op de dag van vandaag, dat ik er gewoon gestaald heb. Dat had ik ook nog moeten doen, en ik heb er nog, sinds vandaag, heb ik daar echt spijt van gekregen. Dus gewoon, ik heb er gewoon rust moeten laten, maar dat heb ik dus niet gedaan.
Ik had er gewoon dus op geweest en in de heup te zijn. En ik had steeds pijn, mijn dag heeft echt pijn aan. Toen ik dat even gedaan heb. En ik had het nooit zo willen doen. Ik had mijn leven toen nog niet geweest om daar zo echt te willen stalken. Ik ga ook weer muntjes sturen. Gewoon alleen leuk, nu niet. Maar ik weet zoiets van, denk je van, ja, jammer geweest? Nee. Dat is zo erg dat we een politie wou bellen. Ja, dan hebben ze het wel heel erg. Toen van, weet je, daar hou ik er ook over op ook. Toen kwam YouTube in één keer om de hoek kijken. Dat ging ik weer met YouTube voor te vergeten. Maar vergeten doe ik natuurlijk niet, hè. Vergeten, ik ben natuurlijk ook vergeten wat er gebeurt. Waarom ik toch even wie het was. Maar totdat vandaag, tot de dag van vandaag. Mis ik hem wel. Ik weet niet of het wel gebeurd is. Ik weet ook verder dat te gaan heb. En ik bedoel, Sandra, als je dit ooit een keer ziet, is dat ik echt heel erg spijt van je heb gehad dat ik dit heel gedaan heb. En dat het heel pijn is nog steeds op de dag van vandaag. En ja, ik wil graag een keer nog een keer even met jou over hebben als je dat heel een keer wil. Als je dat niet wil, oké, jammer dan. Maar in ieder geval, ik heb best wel spijt van. En dat doet me best wel pijn. En heel verdriet van. Maar goed, het is niet anders. Het is gewoon iets gebeurd. En ja, het is niet anders. Het is gewoon een rotse klas van mij geweest. Mijn moeder lag in het ziekenhuis in die tijd. Vanwege, toen was nog geen COVID, maar toen was ik een keer in CVA. En ik heb wel een kaartje gekregen van mijn senior 10. Goed dat ik een kaartje kreeg, die team was gewoon lief familie. Echt, maar goed. Toen nu toe, nog steeds. Dus ja, dat is er toen gebeurd in die tijd. En ja, heel veel dingen had ik wel willen vertellen, maar ik nog niet kan. Wegen bang ben dat het gaat gebeuren. Zijn er gewoon een politie toestapt en aangifte doet. En dat ik deze pijn mee. En wat ik nogmaals kan zeggen is, ik hoop dat het goed gaat met je. En dat dit gewoon echt best wel, ja, dat een beetje. Ik hoop dat je leven wat je leuk vond. En dat je leuk een goede video vond. En je ook zeg een keer storytime te doen. Een keer, dan ga je dacht ik een keer. Toen dan ga je een keer gedaan storytime. Maar goed, goede video leuk. Misschien kreeg een dikke storytime. Omhoog en zie ik je elke dag om 18 uur voor. Doe deze video. Dus ik zeg gewoon eens tot de volgende.